Hoe maak je wetenschappelijk gezien de perfecte cappuccino? Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Vertel, hoe gaan we de perfecte cappuccino maken? Nou, daar zit heel veel leuke natuurkunde achter. En de eerste is dat je te maken hebt met twee vloeistoffen, warme koffie en koude melk. En laten we eerst eens kijken wat er gebeurt als je koude melk in de koffie giet. Je ziet eigenlijk dat meteen gaat mengen. En misschien kunnen we dat ook in wat meer detail even bekijken met deze twee borrelglaasjes. Als ik nu de kaart weghaal, dan gaan we zien hoe die twee vloeistoffen met elkaar mengen. Waar je dan mee te maken krijgt is een principe dat heet de Rayleigh-Taylor-instabiliteit. Wat er gebeurt is dat die zware koude melk, die wil eigenlijk door die koffie heen zakken. En hoe meer die zakt, hoe zwaarder die wordt. Dus je krijgt als het ware een verstoring die steeds sterker wordt. Daarom heet het ook een instabiliteit. Dit moeten we niet hebben voor een cappuccino. Nee, precies. Dan wil je juist dat de melk erop blijft liggen. Als we die instabiliteit naar op willen heffen, wat moeten we dan doen? Ja, dus wat je eigenlijk wil is de dichtheid van de melk verlagen. En daarom hebben we een barista uitgenodigd. Zou jij misschien voor warme melk kunnen zorgen? Ja, natuurlijk. Ja, dan heb ik hier nu warmere melk. Die heeft een wat lagere dichtheid. Dus we gaan even kijken wat er dan gebeurt. Ja, dat mengt ook meteen. Ja. Maar dit is net een beetje een koffie verkeerd. Hoe gaan we hier dan een cappuccino van maken? Ja, dus je wil eigenlijk de dichtheid van de melk nog verder verlagen. En dat kan je doen door schuim te maken. Wauw, dankjewel. Nou, wat je eigenlijk gedaan hebt met dat opschuimen is dat je stoom, hete stoom en lucht in de melk hebt geblazen. Daar komen allemaal luchtbelletjes in. Die belletjes die worden eigenlijk gestabiliseerd door de eiwitten die in de melk zitten. En door het verwarmen vouwen die eiwitten een beetje open, waardoor ze heel mooi dat schuim stabiel kunnen houden. Dus eigenlijk heb je zowel de dichtheid verlaagd als het karakter veranderd van die eiwitten? Ja, je hebt er eigenlijk van een normale vloeistof heb je er een viscoelastische vloeistof van gemaakt. Dat is een hele bijzondere vloeistof die qua gedrag een beetje tussen vaste stof en vloeistof in zit. Waardoor die, als je hem schenkt, ook een beetje veerkrachtig is. Dus hij kan terugveren. Dus daarmee kan je ook al die mooie figuurtjes maken? Ja. En ben jij zelf ook tevreden over dit schuim? Ja, ik ben best wel tevreden. Wat je als barista wil is eigenlijk dat je een microfoon maakt. Dus niet het hele droge schuim met grote bellen. Maar je wil dat het er mooi silky en glad uitziet. Een beetje glimmend. En je verwarmt het ook niet hoger dan 70 graden. Omdat je daarmee de eiwitten kapot kan maken. En de lactose verandert ook nog. Waardoor de smaak eigenlijk zoeter wordt. Dus hopelijk lekkerder ook. Dit is hoe je volgens de wetenschap de perfecte cappuccino maakt. En dit was het lab. Vond je dit nou een leuke video? Dan moet je je hier abonneren. Hier. En wil je meer wetenschap? Klik dan hier.